Oké, dames en heren, leuk dat jullie allemaal weer zijn. Welkom bij een nieuwe Room for Discussion. We gaan het vanmiddag hebben over belastingen. En inkomstenbelasting, vennootschapbelasting, belastingontduiking. Het lijkt af en toe op dat fiscale termen niet echt tot de verbeelding willen spreken en niet echt prikkelen. Maar als politicoloog kan ik vertellen dat ik vind het heel erg boeiend nu ik me erin verdiept heb. En ik denk dat we een heel, heel interessant uur tegemoet gaan. Want is het niet zo dat belastingen het instrument is dat bepaalt hoe ons gedrag ten aanzien van consumeren, van ondernemen bepaalt? En sterker nog, hypothetisch zou ik wellicht kunnen stellen dat je er een utopie mee zou kunnen creëren. Omdat de reikwijdte gewoon enorm groot is. We gaan dit vandaag bespreken met een hele bijzondere gast die de overstap heeft gemaakt van de private naar publieke sector. Hij heeft een bijzondere loopbaan, wat voor ons studenten interessant is om meer over te weten. Daarnaast heeft hij hier een prachtige jaar gehad als wethouder van Amsterdam. Met hele bijzondere projecten. En heeft hij de overstap gemaakt naar de politieke arena van Binnenhof. En daar zijn we natuurlijk ook heel nieuwsgierig naar van wat hij daarvan vindt. Wat mij betreft is het een mix voor een heel inhoudelijk, boeiend, maar ook inspirerend gesprek met een bijzondere persoon. Dus schroom niet vooral om mee te twitteren via hashtag RFD. Of stel je vraag aan Pim, of Injo, die staat daar, Pim zit hier, bij de publieksmicrofoon. En dan zou ik nu graag een hartelijk applaus willen geven voor de staatssecretaris van Financiën, Erik Wiebes. Hi. Welkom. Hi. Welkom terug in Amsterdam. U was wethouder hier, nu staatssecretaris. We willen het graag eerst even hebben over de weg daar naar Den Haag, zullen we het maar noemen. U begon als consultant bij McKinsey en OC&C, zat u. Dat leven als consultant, dat moet anders zijn dan nu in Den Haag als staatssecretaris of als wethouder. Hoe was dat? Hoe, voor de studenten hier in de zaal die dat misschien ambiëren? Nou, ik begon mijn loopbaan bij Shell. Mm-hmm. In de techniek, want dat doen Delftenaren. Daar kwam ik vandaan. En oorspronkelijk was het natuurlijk mijn ambitie, zoals iedere Delftenaar, om uitvinder te worden. Toen ik een klein jongetje was en je vroeg mij, wat wil je worden? Uitvinder. Dat leek mij nou een nuttig beroep. Ja, sindsdien is het verder afgezakt. Het is alleen maar minder geworden. Nou, ik heb de grootste bewondering nog altijd voor uitvinders. Het creëren van iets wat nog niet bedacht is. Het maken, ja, van iets. En is dat teruggekomen in die consultanttijd? Deed u dat maken ook bij McKinsey? Dat is ook een beetje uitvinden, want dan komt iemand met een probleem. Mm-hmm. Dat ze nog niet hebben opgelost. Ja, dan moet je toch de oplossing verzinnen. En dat lijkt er trouwens ook wel weer op mijn huidige werk, hè. Ja, hebben we een stapel maatschappelijke vraagstukken en een stapel taboes en dan moet je daar iets mee. Ja, precies, want het problemen oplossen wordt u om gekenmerkt. En ik wil toch nog even op dat consultancy, want dat zijn natuurlijk bijzondere jaren ook voor u geweest. Want de consultancy kent ook bepaalde waarden en misschien kunt u vertellen, het is veranderingsmanagement, kan het in zekere zin zijn. Het kan ook echt de totale waarde van een bedrijf trachten te veranderen. Heeft u daar een visie op? Jawel, kijk, er wordt heel vaak, jij bent politicoloog, ja. En je neemt ook een politicologische insteek. Hè? Je hebt het over de cultuur en waarden, maar het begint natuurlijk gewoon bij een probleem wat er bestaat. Hè? En een deel van de problemen die men aandraagt blijken helemaal geen probleem te zijn, maar dan zijn er andere dingen aan de hand. Dus het gaat er altijd eerst om uit te vinden wat er aan de hand is. En dat vind ik ook trouwens in de politiek een goede les. Hè? Veel politici zijn, heb ik ook wel bewondering voor, uiterst getraind in het binnen één minuut hebben van een mening. Opvattingen. Hè? Wij zijn een opvattingenbedrijf. Opvattingen. Hè, dus als iemand een camera en je zegt, wat vind je daarvan? En dan vind je iets. Maar het is ook wel nuttig om te bedenken wat er nou eigenlijk aan de hand is. En dat is dan jammer voor die camera, dat je dan even zegt, nou, daar moet nog even over nagedacht worden. Maar het is wel nuttig om daarmee te beginnen. En mijn ervaring in Amsterdam is dat het op zich ook je geloofwaardigheid vergroot. Heeft u daar een voorbeeld van, hoe dat in, waar in Amsterdam een probleem spotte, ja, als wethouder? Ja. Nou, neem bijvoorbeeld, ik was verantwoordelijk voor een vrij dramatisch dossier in Amsterdam, en dat is het parkeerbeleid. Mm-hmm. En ik zat in een college met de VVD en GroenLinks en de Partij van de Arbeid.
En die willen natuurlijk allemaal iets anders. Die hebben allemaal een ander doel. En dat is zo op het oog niet met elkaar te verenigen. Maar uiteindelijk lukt het toch om iets te verzinnen. Hè. De Partij van de Arbeid wilde dat voor de bewoners parkeren betaalbaar bleef. De VVD wilde dat ook het bezoekersparkeren nog mogelijk bleef. De GroenLinks wilde minder auto's op straat. In eerste instantie denk je, dat kan helemaal niet, hè. Meer en minder tegelijk. Maar dan kom je erachter als je gewoon de database maakt van alle parkeerplaatsen in Amsterdam, maar dan ook alle. Dan zie je voor het eerst, wacht eens even, wat grappig. Dus overdag zijn alle parkeergarages vol met bezoekers, maar zijn de straten leeg. En 's avonds zijn alle bewoners thuis, dan de straten vol, maar de parkeergarage weer leeg. Wat gaan we ontzettend onhandig met onze capaciteit om. En zo lukt het dan om iets te bakken waar alle drie de partijen heel tevreden mee zijn. Ja, dit gaat dan over een specifieke case en de uitwerking vanuit dat verschillende politieke achtergronden, hoe je daar eigenlijk boven moet staan, hoe je dan daar dat moet meenemen en dat vervolgens vertaalt in een concrete case. Ik vind het toch leuk om gewoon het praktische beroep even in te zoomen en bijvoorbeeld te kijken van wat, omdat er is weinig bekend over hoe uw loopbaan was als consultant en wat bijvoorbeeld in die tijd een hele moeilijke keuze was, het moeilijkste advies bijvoorbeeld wat u heeft gegeven, om daar weer meer tastbaarheid in te creëren voor de politiek. Het moeilijkste probleem van een baan. Die of het meest uitdagende advies, of misschien het makkelijkst, maar dat we een beeld krijgen van hoe dat als consultant was. Ja, dat is een ingewikkelde. Wat is nou de ingewikkeldste? Want u heeft bij McKinsey... Echt waar echt uw hoofd over heeft gebroken in uw consultancy-tijd. Ja, over een heleboel dingen. Maar een van de dingen die ik heb gedaan bijvoorbeeld was files. Dat was Netelenbos, die had bedacht dat er tolpoortjes moesten komen. Was dat in de tijd bij McKinsey toen? Dat was net mijn tijd bij OC&C. Okay. Nou, die had bedacht dat er tolpoortjes moesten komen, maar ja, dat was een beetje een politieke keuze geworden, dat die dingen er moesten komen en waar ze er moesten komen. En ja, men vroeg zich toch af of dat eigenlijk zou werken. En wat er dan aan de hand was, hè. Mensen moesten dan allemaal eerder in de auto stappen enzovoort. Nou, dan kan je, we hebben uiteindelijk daar ook weer gezegd, ja, maar hier ontbreken gewoon de feiten. En we hebben toen, daar kwamen we ook pas later achter, maar het ging allemaal magnetische lussen onder de weg. Toen de tijd werd dat niet centraal bijgehouden, allemaal magnetische lussen. Dus we wisten eigenlijk heel goed wat er reed. Iedere seconde op de weg wisten we wat er reed. Maar omdat het allemaal decentraal lag, had niemand die cijfers, dus we wisten niks. Niks, dus eigenlijk is de politiek overal weer, ondanks waar je werkt. We hebben toen al die feiten opgehaald. Gewoon door alle regionale verkeerscentra. Zijn gewoon met de auto langs gegaan en alle CD-ROMs binnengeladen. En we hebben één grote database gemaakt. Toen waren de computers nog niet zo groot, dus we moesten dat 10 aan elkaar schakelen. 10 PC's gekocht. Grootste processoren erin. Allemaal extra harddisks erin. En gewoon 's nachts al die computers laten werken. Op een gegeven moment hadden we een beetje rekentijd tekort. Dus hebben we van alle secretaresses van het departement, waar die mijn cliënt was, hebben we ook allemaal laten meerekenen. Dus iedereen vroeg naar huis en moesten alle computers van het departement moesten rekenen. Op een gegeven moment wisten we wat waar reed. En toen konden we toch vrij hard goed laten zien dat de tolpoorten, die zoals die bedacht waren, de files erger zouden maken. En dat was natuurlijk niet de bedoeling. Ja, ja. Maar daar kom je pas achter als je gewoon weet wat er gebeurt. Hoe ontstaan welke files eigenlijk? Ja, dus de doortastendheid is dan een van de kerneigenschappen die belangrijk is om het goed uit te voeren. En we hebben er nu, vroeg ik naar de moeilijkste case. Ik ben gewoon heel nieuwsgierig naar hoe het werk daar toen uitzag. Maar ook bijvoorbeeld, is er een case waar u het meest trots op bent uit die periode? Of voelt u niet echt trots, maar... Nou, wij proberen altijd vooral onze cliënten trots te laten zijn. Ja, maar u moet zelf toch ook trots zijn. U steekt er zelf op werk in. Het helpt best wel niet zo om zelf heel trots te zijn. Dat is niet belangrijk. Als het voor de cliënt, maar moet het voldoening maar geven ook. Nou, ik heb een keer voor de voltallige Zwitserse staalindustrie gewerkt. En die mensen dachten dat ze geweldige klappers zouden maken door iets te doen. Dat hebben we kunnen aantonen dat als je dit zou doen, dat je helemaal niets mee zou winnen. We hebben een advies gegeven en de gehele Zwitserse staalindustrie samen, die wilden elkaar allemaal overnemen en dan wel ruzie met elkaar maken. Het advies is ook opgevolgd en inmiddels is de Zwitserse staalindustrie over jaren veel winstgevender dan toen. Hele dramatische dingen moeten doen. Een heleboel capaciteit moest weg, fabrieken moesten sluiten.
fuseren helpt dan in zo'n geval helemaal niet. Ik kon dat allemaal keurig aantonen. Dat is prachtig. Ja, dat kan. Industrie gemodelleerd. Dat vind ik toch altijd fascinerend. Kunnen we dit misschien, als we gaan naar uw periode als wethouder, dan langzaam. Daar werd uw methode van werken, dat zoeken naar die problemen, de boer op, de pc's kopen, omschreven als de methode Wiebes. Zou u dat zelf ook zo zeggen? Werkt u echt anders dan anderen in uw veld? Nou ja, ik bedoel, ik kom uit een omgeving waarin men het juist over de politiek heeft als die mensen die zo anders zijn. Mm-hmm. Maar als je oversteekt, dan draait het debat precies om. Maar het is niet zo interessant. Kijk, wat het belangrijke is dat het toch altijd weer gewoon, dat het heel vaak blijkt dat er politiek quasi onhaalbare dingen toch kunnen. Als je eerst gewoon even de omweg langs de inhoud hebt gemaakt. Als je het echt begrijpt, want vaak zijn dingen niet zo tegengesteld als het lijkt. En vaak zijn die snelle meningen, die helpen ook niet zo. He, want als jij nu een snelle mening hebt, is het ontzettend beroerd om daarop terug te komen. He, dan heb je een mening verkondigd en dan kan je zeggen, ja, maar nu ik er meer van weet, bedoelde ik het eigenlijk net anders. Dat doe je niet zo gauw. Ja. Dus het helpt gewoon om voordat het debat begint, de inhoud al in orde te hebben en ook mensen daarin mee te nemen. En is het ook, ziet u het als een aangeleerde kwaliteit of is het een persoonlijke eigenschap, die methode Wiebes? Nou, persoonlijke eigenschap. Ik kan me voorstellen dat je van nature doortastend bent of dat je erin getraind bent wellicht. Ik word in het kabinet wel een beetje als de puzzelaar beschouwd. Maar nogmaals, ik vind het een beetje de ingenieursmentaliteit eigenlijk. Het hoort er gewoon bij. Beetje dus van beide. Ik vind dat zo moet, ja. Zouden alle leden van het kabinet zo die mentaliteit moeten hebben? Iedereen doet het op zijn eigen manier. Laat ik zo zeggen dat ik wel vind dat ik omringd word door mensen van enorme kwaliteit, hoor. Mm-hmm. Die ook bereid zijn om even een slagje dieper te kijken wat er aan de hand is, ja. En dat bent u specifiek, maar vindt u in het Binnenhof dat in het algemeen, dat gehalte van dat mensen omringd worden door mensen met die specifieke eigenschappen, dat te weinig is? Laten we zo zeggen dat er op het Binnenhof geen tekort is aan meningen, ook geen tekort aan snelle meningen, ook geen tekort aan directe meningen. Maar als ik het over mijn collega's in het kabinet heb, dan vind ik dat hele hoge kwaliteit. Even ongeacht de partijen, ik bedoel, ik zal net zo juichend zijn over, noem Lodewijk Asscher, om een Amsterdammer te noemen. Ja. Ja. Maar eigenlijk zegt u hier dan dat het kabinet, dat binnen het kabinet iedereen zijn eigen kwaliteiten heeft en diep de inhoud op gaat en dat de rest van het Binnenhof wel iets vaker zijn mond mag houden. Nou, iedereen bepaalt zelf wat hij zegt. En we hebben allemaal een andere rol. Maar laten we vaststellen dat als je iedereen op een hoopje zet, het Binnenhof, van alle rollen bij elkaar tot en met de pers aan toe, dat er natuurlijk geen tekort is aan meningen. En dat het soms wel helpt om even afstand te nemen en te kijken, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Die inhoud is het belangrijkste. Het is toch een beetje... Ja, dat is belangrijk, ja. Kijk, een van de dingen die mij af en toe natuurlijk steekt, het is heel makkelijk om bijvoorbeeld een heel snel oordeel te hebben over de Belastingdienst. Hè? Mm-hmm. Dan krijg ik het door alle woorden om me heen, hè? Door een chaos hier en een chaos daar. Dat wordt ook gezegd over processen waar we gewoon wereldkampioen in zijn. We zijn in sommige processen, hoe ingewikkeld we ze ook hebben gemaakt in de wetgeving, is de Belastingdienst op sommige processen echt het voorbeeld. Komen er delegaties uit weet ik welk werelddeel allemaal kijken hoe wij dat hier doen. En dan past het eigenlijk niet om te zeggen dat het een rotzooi is, want het is heel goed voor elkaar. Is het zo dat alles altijd goed gaat? Nee, helemaal niet. We komen daar straks op terug. Precies, ik wil nog heel veel, een klein beetje die structuur, want we hebben nu een beeld van u als consultant. Het wethouderschap zijn eigenlijk een beetje vergeten, omdat we lukraak op de dynamiek binnen het Binnenhof zijn beland, wat heel interessant is ook. Maar toch even, u heeft hier prachtige jaren gehad. Ja, en ik kan me voorstellen dat het ook leuk lijkt om weer in de stad te zijn. En ik vroeg me af van... kunt u een kleine samenvatting geven van hoe u dat beleefd heeft en wat u misschien het leukste vond? Ja, ik vond Amsterdam echt, echt een groot feest. Het is, kijk, in Amsterdam is het natuurlijk ook zwaar gepolitiseerd. Hè? De fijne vleeswaren vliegen daar door de raadzaal heen. Maar wat Amsterdammers bindt, en ook raadsleden en leden in het college,
dat Amsterdammers zijn bijna tot in het onredelijke verliefd op hun eigen stad. Maar op een zeer te prijzen manier. Ook een aandoenlijke manier, vind ik. En het overkwam mij ook. He, dus als je erin zit, raak je verliefd op die stad. En dat maakt dat... Nou, die mensen hebben allemaal verschrikkelijk verschillende opvattingen. Maar één ding bindt ze. En dat is dat het goed moet gaan met de stad. He, dus tuurlijk, we hebben allemaal onze scoringsdriften. En we willen allemaal laten vertellen dat we het beter weten. Maar in the end, als het donkerder wordt en de avond valt en de raadsvergadering duurt voort, gaat het uiteindelijk om de stad. En dat is schitterend. Weet je, dat is mooi. Een hele stad met mensen die verliefd zijn op hun eigen stad. Er zijn natuurlijk ook mensen die komen de stad niet meer uit, want die denken dat de rest van de wereld ook gek is. Maar ook dat spreekt voor Amsterdammers. Weet je, het is een vorm van betrokkenheid en directheid die het ontzettend leuk maakt. Heb je nog een beetje weemoed? Nou, ruime mate. Ja. Want ja. Nu bent u staatssecretaris en in Den Haag gaat het net even anders. Daar is het niet waar iedereen misschien wat iedereen van Amsterdam vindt of waar iedereen blij is om Amsterdam, maar om heel Nederland. Is dat een hele andere dynamiek, heel anders werken? Heel veel dingen zijn hetzelfde. Heel veel dingen zijn hetzelfde. Maar wat is er anders? Maar dat unieke idee dat we uiteindelijk allemaal het goed voor hebben met die ene stad, dat is hier natuurlijk sterker. Dat is echt sterker. Maar is het Den Haag dan het idee minder dat we het goed voor hebben met heel Nederland? Want dat is de schaal waarop u daar opereert. Nou kijk, hier is het altijd meteen in het debat duidelijk dat het belang van de stad erachter zit. En in Den Haag moet je wel eens wat meer zoeken waar het landsbelang ook weer gebleven is. Ja, want Den Haag is een klein beetje een jungle af en toe, als ik het zo mag zeggen. Vanwege het Binnenhof is af en toe een politiek spel. De transitie van wethouder naar staatssecretaris is natuurlijk niet niks. Heeft dat u als persoon ook beïnvloed? Zeg maar, kunt u met net zoveel overgave daar te werk gaan als u dat hier heeft gedaan? Eigenlijk doe ik dat wel. Kijk, je kunt heel voorzichtig worden en op een gegeven moment doe je niks meer. Hè? Maar ja, dat was niet de bedoeling natuurlijk. Daar ging het niet om. Dus je moet toch, uiteindelijk is mijn stelling, je moet uw werk blijven wie je bent. En doen wat je wil doen. En daar moet je wel heel goed van doordrongen zijn dat niet alles in één keer lukt. Weet je, in Den Haag is het toch zo dat je, als je over een periode van 10 jaar kijkt, dan moet je bij wijze van spreken 3 grote doelen hebben. En daarvan lukt anderhalf en dat is fantastisch. Weet je, dan heb je een heleboel namelijk kunnen doen. Maar als je denkt dat je elke dag je zin krijgt of zo, dat is natuurlijk niet zo. En sommige dingen hebben een enorme aanlooptijd nodig. Die moet je in de week zetten, bij iedereen promoten, vaak over hebben. En uiteindelijk gaan mensen denken, wacht even, hier moeten we toch naartoe. Maar je moet langer denken. Weet je, het is een beetje alsof je de grens overrijdt van Nederland naar Duitsland. Je gaat ineens harder rijden, dan moet je niet 3 strepen verderop op de weg kijken, maar gewoon 10. Ja. En dat moet je hier ook doen. Je moet gewoon 10 strepen verderop op de weg kijken en zorgen dat het lange termijn goed gaat en niet meteen vandaag en zo. Dat de hele dag iets in de krant, dan een lelijk dingetje hier of een aardig dingetje daar, maar dat doet er allemaal niet zoveel toe. Ja, want ik kan me voorstellen, zoals je net de energie in Amsterdam beschrijft, hier kun je heel makkelijk gedreven op die energie je werk verrichten en tot een bepaalde hoogte zeggen. We werden ook met bravoure daar ontvangen. Ik hoef daar niet te sceptisch over te zijn, maar ik ben wel nieuwsgierig van, heeft het op als persoon op impact, omdat die 10 strepen verder moeten. En tast het u ook aan en bent u pessimistischer of sceptischer geworden? Nee, kijk, je moet in een modus verkeren dat je niet van alles iets aantrekt. Dat je heel geconcentreerd blijft op gewoon wat de doelen zijn. De echte doelen, waar het om gaat. En je moet elke dag aan het eind van de dag jezelf ook weer vergunnen om er even keihard om te lachen. Precies. Want ja, dat heeft het natuurlijk ook af en toe wel, dit beroep. Laatste vraag op dit onderwerp, want het is best een verschil wat u beschrijft. Eerst als consultant was het probleemoplossend, zelfde boer op de feiten, en nu is het echt de lange termijn. Dat is wel een flink verschil. Voelt u dat niet, nu dat u denkt, toen was het anders? Nou, dan is mijn antwoord nu toch wel een beetje wat jouw eerdere vraag was, dat het dan toch, dat in die zin de methode Wiebes hetzelfde is. De methode Wiebes is hetzelfde gebleven. Ja, die is hetzelfde. Vragen aan de heer Wiebes. Hier. Yes, goedemiddag. Hallo. Mijn naam is Paul en ik ben een van de oprichters van Temper. Dat is een online platform waarmee we het mogelijk maken voor een hele jonge groep met zelfstandigen
om geld te verdienen. En dat doen we met name in de horecabranche en in de retail. En daarvoor proberen we momenteel een goedgekeurde modelovereenkomst te krijgen. Die modelovereenkomst hebben we ingediend. En we krijgen als argument om het modelovereenkomst niet goed te keuren, dat het niet gebruikelijk is om als zelfstandige in de horeca of in de retail te werken. En dat de Belastingdienst daarom de overeenkomst niet kan goedkeuren. En ik ben even benieuwd naar wat u van dat argument vindt. Punt. Nou, kijk, de Belastingdienst voert gewoon de wet uit. De Belastingdienst verzint dat allemaal niet zelf. Die Belastingdienst heeft alleen maar te maken met wetten. En dat komen uit twee bronnen. Hè. Je hebt het over de modelovereenkomst. Dat is hoe ZZP'ers kunnen werken zonder in dienst te zijn. Hè? Dat is waar je het over hebt. Even voor de rest, want anders denkt iedereen, waar gaat dit in? Dank u wel. Daar gaat het over. En die wettelijke bepalingen komen uit twee bronnen. Het burgerlijk wetboek. Nou, daar staat dit gebruikelijkheidstoestand niet in. Of de jurisprudentie. Daar staat het ook niet in. Dus dat kan het argument niet echt zijn. Dus er zullen ongetwijfeld redenen zijn waarom het, zoals jij het hebt voorgelegd, misschien niet in de wet past. Ja. Dan zou ik zeggen, kijk hoe het wel in de wet past. Hè, want er zijn natuurlijk allerlei mogelijkheden om dingen wel in de wet te laten passen. Maar dit argument komt mij onbekend voor. Ja, mij ook. Ik ben inmiddels redelijk ingelezen in het onderwerp. En ik probeer de puzzelstukjes bij elkaar te voegen om zowel de Belastingdienst blij te maken als de mensen die via ons platform werken, als de mensen die werk aanbieden. En zou u het leuk vinden om ons daarbij te helpen? Nou, de hulp die je moet krijgen is in principe van de mensen die dat bij de Belastingdienst beoordeeld hebben. Het is mij zelfs, het staat zelfs in de Belastingwet dat ik mij niet met individuele gevallen mag bemoeien. Dus iedereen op aarde kan jou helpen, behalve ik ongeveer. Sorry daarvoor, maar dat mag niet. Er zijn ook landen trouwens waar bewindspersonen zich wel met individuele gevallen bemoeien, maar dat zijn landen die we niet eerlijker vinden dan dit land. Dus dat moesten we zomaar houden. Maar je moet kijken wat er wel kan. En je moet beseffen dat de Belastingdienst niet eigen opvattingen heeft, geen eigen bewegingsruimte. Er is een wettelijk kader en het enige is dat het daarin getoetst wordt. Standwoord. Dank je voor je vraag. Was er nog één? Ja, goeiedag. Ik had een vraag over uw studententijd nog. U bent vrij vroeg lid geworden van de VVD. Maar u bent daarna wel bij Shell gaan werken en bij McKinsey en dergelijke. Is het ooit bij u voorgekomen dat u in uw loopbaan er tegenaan bent gelopen dat u een politieke kleur zo vroeg, zeg maar, heeft bekend? Heeft het u ooit vervelendheden opgeleverd? Ja, wat is je vraag? Bent u daar wel eens tegenaan gelopen? Dat iemand zei, u bent lid van de VVD? Ja, ik kan wel een voorbeeld geven. Ik ken bijvoorbeeld de oude vrienden van mij en dergelijke die studeren. En die hebben wel eens dat als mensen überhaupt een stage hebben gelopen bij de overheid of bij een politieke partij zitten, dat ze zeggen, oh, jij bent zeker zo'n VVD'er, zeg maar, en dat soort dingen. En daar dus best wel in gediscrimineerd worden. Heeft u ooit zelf dergelijke dingen meegemaakt? Nee, ik heb er nooit door iemand op aangesproken. Kijk, ik heb eigenlijk in die tijd totaal geen ambitie gehad om ooit iets met politiek te doen. Ik heb mij natuurlijk, door die fase gaan velen van ons, soort hoofdschuddend verwonderd over dat rare volk. En in mijn neiging om daar meer van te begrijpen, ben ik daar dichterbij gaan zitten. Maar de eerste 20 jaar daarvan ben ik mij blijven verwonderen als buitenstaander. En soms trouwens ook ergeren. Ik bedoel, een van de redenen natuurlijk om op een gegeven moment hier ook in verzeild te raken. Hè, dat is ook een manier om van je ergernis af te komen. Hè, dat zullen mensen hier ook wel eens hebben die denken, wat zijn ze daar nou aan het doen? Nou, dat dacht ik ook. Dus ik dacht, ja, ik moet daar toch meer van weten. Maar in het begin helemaal niet met de neiging om me daar nou actief mee te gaan bemoeien. Oké, wat zou u aanraden voor soortgelijke mensen die zich ook dan daarover vaak pikeren? Word vroeg lid van een politieke partij en begin wat actief te doen in bijvoorbeeld de gemeenteraad naast het werk? Of begin er pas na uw carrière bij het bedrijfsleven aan? Nou, dat is heel erg persoonlijk. De meeste mensen die op het Binnenhof belanden, hebben daar toch een soort levensvervulling van gemaakt. En zijn er al heel vroeg mee begonnen. Hè? Er zijn mensen die zijn, als junior op hun 16e ergens lid van geworden. Nou, dat is een keuze, dat mag je zelf weten. Ik kan wel zeggen wat ik... Wat zou u doen? Mijn eigen opvatting. Maar nee, dat is niet wat jullie moeten doen, want jullie hebben andere opvattingen. Maar ik vind het niet ongelukkig om eerst iets in de samenleving gedaan te hebben voordat je bemoeit met het beleid ten aanzien van die samenleving. Kijk, het heeft mij in Amsterdam, maar ook in Den Haag enorm geholpen
dat ik hele andere dingen heb gedaan. Ik bedoel, ik ben afgestudeerd in duurzame energie. Dat is binnen mijn partij nog best nuttig om daar iets over in te brengen. Ik heb bij Shell heb ik onder andere elektriciteitscentrales ontworpen. Nou, daar gaat de discussie de hele tijd over. Ik heb bij McKinsey met allerlei sectoren bezig gehouden. Van de detailhandel tot en met overheid, tot en met noem het op. En dat is toch wel een soort bagage waardoor je, nou, als ik in die groep ineens beland, dan merk ik dat al die mensen hele andere ervaringen hebben dan ik. Die hebben een hele handige lijst met listen en noem het allemaal maar op. Maar ik breng weer andere dingen mee en dat maakt het team ook completer. En ik mag dat wel. Daar hou ik wel van. Ik zou nu terugkijkend niet op mijn 25e de politiek in zijn gegaan. Ook niet in de gemeenteraad. Dat zou ik niet hebben gedaan, zou ik mijn tijd niet aan hebben besteed. Ik vind het leuk om een verdieping op andere punten te hebben gezocht. Maar dat geldt niet voor iedereen hier. Dat moeten mensen echt zelf kiezen. En dat is ook goed, weet je. Dat is niet fout, maar ik kies dit. Dankjewel voor je vraag. Want dat politieke spel, daar komen we nu in. Want we willen het even hebben over het belastingplan. Het plan wat u nu weer voor dit jaar heeft gemaakt. Waar een aantal veranderingen omtrent de belastingen in staan. De eerste is die we even willen behandelen is de inkomstenbelasting, waar u daar gaat iets veranderen in de derde schijf, die wordt breder. Mensen met een, ik pak het er even bij, tot 66.000 euro betalen ze nu 40,4% belasting, dat is het oprekken van die ene schijf. Waarom die specifieke keuze, die verandering? Nee, dat hebben we niet gedaan. Dat is ook, kijk, een tarief is iets anders dan de lengte van een schijf. Okay, de lengte u uit. Van een schijf is veranderd en het tarief is veranderd. Mm-hmm. En de lengte van de schijf is veranderd alleen maar omdat er iets in een heffingskorting verviel. Dus gewoon een compensatie van iets anders. Dus dat kan je zeggen, okay. Dat is bijna niet gebeurd. Het tarief is omlaag omdat we gewoon de belasting hebben verlaagd. We hebben de belastingen verlaagd omdat die natuurlijk, dat is ook geen geheim, in de crisis behoorlijk waren opgelopen. Hè. We hebben de lasten. Noodgedwongen om de overheid overeind te houden en gezond te houden, hebben we de lasten moeten verhogen met, hou je vast, 21 miljard. En daarvan konden er weer 5 af. Blijft nog steeds over, dat we bepaald niet goedkoper uit zijn dan voor de crisis. Dus er moet nog een heleboel gebeuren. De belastingen moeten verder omlaag. Kijk, belastingen verder omlaag heeft nog een ander doel. Hè. Het gaat niet om, ik bedoel, in mijn partij is toevallig belastingen omlaag is een vrij eenvoudige manier om tijdens een borrel overeind te blijven. Maar er is meer dan alleen belasting omlaag. Het is meer dan alleen maar, dat vind ik dan ook nog wel, dat iedereen nog beter in staat is om zijn eigen geld uit te geven dan dat de overheid het voor hem doet. Maar er speelt iets veel groters. Kijk, we hebben 600.000 mensen die aan de kant staan. Dat is best aardig veel. Dan hebben we van de mensen die werken wij het minst van alle 34 OESO-landen. Het minst. Gewoon in uren per jaar. Het allerminst. Van de 34 staan we op nummer 34. Dus er is nog een heel arbeidspotentieel. Sterker nog, in uren kunnen we nog 50% meer werken. En een heleboel mensen willen dat ook best. Maar dan komt de fiscus langs en die zorgt ervoor dat het voor heel veel mensen eigenlijk helemaal niet zo aantrekkelijk is. En ja, dat is dus gek, hè? Er is een heleboel te doen, maar het is niet aantrekkelijk. Mm-hmm. En dat heet de WIG. Maar laat ik even uitleggen wat die is. Hè? Ja, dus als jij de tuinman inhuurt, dan gaat na een dag spitten, gaat de tuinman naar huis met 7 euro per uur. Maar hij kost zijn werkgever al meer dan 11. Maar als de hovenier komt, dan gaat hij met 11 naar huis, maar hij kost 20,5. Ja. Tussen 11 en 20,5 euro per uur verdwijnen wel heel veel banen. Mm-hmm. En dat doen wij, hè? Ik, als overheid. Wij doen dat. Wij zorgen dat werken voor mensen die dat kunnen en willen, niet heel interessant is. En dat is niet goed. Want werken is niet allemaal geld, alleen maar geld verdienen. Werken is ook niet alleen maar zelfstandigheid. Maar werken is vrienden krijgen, trots zijn op iets. Werken is ook collega's ontmoeten, daarmee leren omgaan. Werken is ook leren vroeg je bed uitkomen, maar 's avonds toch tevreden zijn dat je dat hebt gedaan. En werken is op maandagochtend misschien even een stroef begin. Maar werken zorgt ervoor dat aan het eind van de week toch wel weer echt iets was waar je wat hebt gedaan en wat hebt beleefd en in de samenleving bent geweest. En dat is belangrijk. Dat is helder. Werk is belangrijk. Maar ik ben wel benieuwd naar
hoe dat proces, naar het proces van het, toch het oprekken van die derde schijf. Want hij had ook ervoor kunnen kiezen om die eerste schijf op te rekken als hij wil dat mensen meer aan het werk gaan. Dan betaal je namelijk minder belasting als je wat minder geld verdient. Ja, nou, de mensen met een laag inkomen zijn er meer op vooruit gegaan dan de mensen met een hoog inkomen. Waarom? Ja, niet omdat dat puur politieke keuzes is waarbij de ene gewonnen heeft of de ander verloren, maar omdat we zien... He, dat de arbeidsaanbod-elasticiteit aan de onderkant... Zo, dat is een flink moeilijk woord. Dat betekent dat als je mensen aan de onderkant er meer bij geeft... dat ze meer extra gaan werken dan mensen aan de bovenkant. Okay. He, dus als je mensen aan het werk wil hebben... dan moet je voor die mensen, voor wie de WIG het grootste probleem is... moet je dat oplossen. En dat is aan de onderkant. En er zijn mensen bij die in een uitkering zitten... en voor wie een extra uur werken of aan het werk gaan... uiteindelijk minder dan een euro per uur oplevert. Ja, wat is dat voor boodschap die wij hier uitzenden? We vragen aan iedereen om een waardevolle, ongeacht opleidingsniveau, rijk of arm, allemaal gelul op een stokje. We vragen aan iedereen om een waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving. Zich in te zetten, dat waarderen we en zeggen je krijgt een euro per uur. Dat is ook geen boodschap. Dus de mensen aan de onderkant hebben daardoor een iets grotere prikkel gekregen dan aan de bovenkant om aan het werk te kunnen, om het ook aantrekkelijk te maken, om die stap te maken. Nou, dus het is, hè, de bovenste schijf is een klein stapje voor mensen aan de bovenkant. Het is niet helemaal het verhaal van de VVD, maar het is wel het verhaal van mensen aan het werk. En dat is ook mijn verhaal. De mensen aan de onderkant hebben daar een iets grotere prikkel voor gekregen in de belastingverlaging dan aan de bovenkant. Ik ben wel benieuwd hoe zo'n percentage dan tot stand komt. Ik denk niet dat u dat met de methode Wiebes even zelf uitrekent. Hoe gaat dat? Nou, je maakt keuzes over waar je de inkomenspatronen wil veranderen en dan reken je dat terug tot percentages. Dus je maakt wel keuzes waar je die patronen wil veranderen? We maken uitdrukkelijk keuzes. We hebben de keuze gemaakt, om maximaal in te zetten op werk. Op meer mensen aan het werk. We hadden ook kunnen zeggen, we willen de belastingdruk schever dan wel gelijker maken. Je had allemaal keuzes kunnen maken. Maar wij hebben gekozen voor werk. Ik bedoel, waarom? Dat is ook niet een wonder. Ik zit in een kabinet met de Partij van de Arbeid. Partij van de Arbeid en VVD. Nou, geen geheim dat die partijen nog best van elkaar verschillen qua opvattingen. Ja, dat komt voor. Maar er is ook één ding waar ze het over eens zijn. Kijk, de Partij van de Arbeid en de VVD zijn allebei partijen van mensen aan het werk. De Partij van de Arbeid heeft het in zijn naam, hè? De Partij van de Arbeid. En de VVD is die partij die altijd van die oranje met witte posters plakt met mensen aan het werk, werken loont. Uw doortastendheid. Dat doen wij. En dat maakt dus het gesprek ook tussen die twee partijen over dit onderwerp hartstikke leuk. Dan heb je lol met elkaar, dan ben je... bezig aan een gezamenlijk doel. Wat we echt gewoon echt een goed doel vinden. Bent u een soort van bemiddelaar in het geheel? Want ik bedoel, u zegt, u heeft het over wij. Dan zie ik als het kabinet, staatssecretaris daar middenin. En tegelijkertijd geen politieke kleur hebben als staatssecretaris. Maar u oefent wel invloed uit. Kan dat? Nou, ik heb natuurlijk wel een politieke kleur. Heel duidelijk, maar ik hoef je niet in te bemiddelen, want nu ga ik het even opnemen voor mijn collega's van de Partij van de Arbeid en met liefde. Die willen ook mensen aan het werk. Er is hier geen verschil van opvatting. We hebben echt gewoon samen zitten puzzelen, hè, met fiscale instrumenten. Dat is niet alleen belastingen, maar je kunt allerlei trucendozen nog in het financieel instrumentarium inbouwen om te zorgen dat mensen aan het werk komen. Kinderopvangtoeslag is ook een instrument daarvoor. Maar wat wel interessant dus dat is nou de gezamenlijke hobby van deze twee partijen. Mensen aan het werk. U zegt, het is niet zomaar een politieke keuze die dan daaruit komt rollen. Maar uiteindelijk zijn het toch wel vanuit een democratisch pad waarin partijen met elkaar samenkomen om vervolgens via die weg waarin iedereen vertegenwoordigt een bepaald beleid te creëren. Hoe zit dat dan met... Kijk, mensen aan het werk is een duidelijke politieke keuze. Ja. En dat bleek ook gaandeweg natuurlijk, want... Wij hadden gekozen voor meer mensen aan het werk en er hoort een bepaald instrumentarium bij. Hè? Dat kan je voorstellen, jij noemt er nu één, maar er zijn er veel belangrijkere instrumenten nog die we helemaal hebben ingezet. Kinderopvangtoeslag en een toeslag om de minst verdienende partner meer uren te laten werken. Of mensen, partners, hè, van gezinnen met kinderen ook aan het werk te kunnen helpen. Nou, er zijn natuurlijk ook partijen die daar politieke keuzes over maken die heel anders zijn. Hè? Er zijn een hoop partijen geweest, we hebben er nog een hele discussies gehad. Die zeiden, nou maar luister, mensen aan het werk, dat vind ik allemaal wel aardig, maar dat is niet mijn hoofddoel.
Mijn hoofddoel is dat twee verdieners niet een voordeel hebben ten opzichte van één verdieners. Je zal maar een religieuze overtuiging hebben die zegt dat één verdienen misschien wel meer de norm is dan twee verdienen. Dan wil je natuurlijk niet dat twee verdieners gezamenlijk een lager belastingtarief hebben dan één verdieners. Dat wil je dan niet. Dus daar kan je nog een hele politieke discussie over hebben. U noemde dat instrumentarium van de Belastingdienst, al die verschillende mogelijkheden. We hebben het net even over de inkomstenbelasting gehad, maar er zijn nog veel meer, zoals u zei. Hoe gaat het eigenlijk met de Belastingdienst? U trad aan en u zei, het is min of meer een puinhoop. Nee, dat zei ik niet. Kijk, wat ik zei is dat het belastingstelsel zo ingewikkeld is geworden, dat de Belastingdienst dat niet meer allemaal kan bijbenen. We hebben sommige dingen gewoon onmogelijk. Er zijn regelingen, die zijn praktisch onmogelijk. Weet je, er zijn belastingen bij waarvan je denkt, dit zouden we echt nooit meer zo verzinnen. Er zijn belastingen bij waar je wel 20 trucken op kan verzinnen om hem te ontwijken. Er zijn belastingen bij waar je wel 3 modellen hebt om te ontwikkelen hoe hoog ze eigenlijk moeten zijn. En u gebruikt een metafoor van de zolderkamer die moet worden opgeruimd iedere 10 jaar. Dus het moet eenvoudiger. En het moet allereerst eenvoudiger. Er is ook nog trouwens een heleboel in de Belastingdienst te doen, hoor. Daar kunnen we het ook nog over hebben. Maar een van de dingen die ik heb gezegd is dat als we dit zo ingewikkeld houden, dan blijft het moeilijk voor de Belastingdienst. Ja, ik vond het wel schokkend eigenlijk, want ik las de Kamerbrief waarin het belastingstelsel, Belastingplan 2016 werd uitgelegd. En daar stond in, tegelijkertijd is de Belastingdienst eenvoudig weg niet meer op alle terreinen in staat om de regelingen op de gewenste kwaliteitsniveau uit te voeren, met voldoende handhaving en zonder de belastingbetaler in verwarring te brengen. Dat schept mij wel, waarvan ik denk, dat is een flinke, dat is een flinke uitspraak als onze belasting niet meer geïnd kan worden. Precies, dat vind ik dus ook. Maar hoe gaat u het oplossen? Ik heb die zin natuurlijk opgeschreven. Ja. Kijk, we moeten 2 dingen doen. Er zijn een aantal grote hervormingen waarvan stiekem, zou ik namens mijn collega's in Den Haag willen verklappen, die ook overal meningen over hebben. Maar eigenlijk vinden heel veel mensen wel dat er een aantal grote dingen moet gebeuren. Dat een aantal grote dingen eenvoudiger moet. Noemt u eens iets stiekem? Nou, lasten op arbeid, maar ook en daar een eenvoudiger vorm van. Dat is er al één van. Iedereen weet eigenlijk wel dat we best een heleboel aftrekposten kwijt zouden kunnen. En we weten allemaal wel dat er hoeveel discussie er niet is over al die verschillende btw-percentages. Nou, we hebben er een hoop werk aan. Eigenlijk weet iedereen dat wel. Maar die dingen zijn niet zo makkelijk. Dus daar moet je, en iemand moet het doen, daar moet je een keer over beginnen. Ja. En nog een keer. En nog een keer, en nog een keer. En gewoon doorgaan tot mensen weten dat er iets moet veranderen. Dus je bent bezig met een politiek proces eigenlijk. Ja, en dat is 5 strepen verder op de weg kijken. We weten gewoon dat het over 5 jaar, dat een belangrijk deel daarvan gedaan moet zijn. En over 10 jaar nog meer. Dan heeft u al een strategie waarmee u dus bepaald beleid eigenlijk nog voor uw ambtstermijn bij wijze van spreken? Ja, en dat moet je ook niet te veel aan. Dit kabinet duurt nog kort. Ja, dat dondert niet. Weet je, belastinghervormingen die nemen 5 jaar, maar dan altijd meer dan 1 kabinetsperiode. Dus de grote dingen moet je in de week zetten. Maar dan moet je ondertussen de kleine dingen gewoon doen. Dus in het vorige belastingplan, hoef je hoef ik geen posters over te plakken of aan iedereen te vertellen, maar gewoon elke keer 20 kleine vereenvoudigingen. Gewoon elke keer. Het is een beetje het idee van de voedingswijzer zegt 2 stuks fruit per dag. Nou, ook als je er geen zin in hebt, dan moet dat even. Nou, dit zijn mijn 2 stuks fruit per dag. Dus elk jaar 20 kleinere vereenvoudigingen. Doet hij dat dan stiekem? Of is men het er ook wel mee eens? De democratie is niet stiekem, niets is stiekem. Maar daar ga ik niet over staan tetteren. Die ga ik gewoon netjes onderbouwd doen. En elke keer moeten er weer 20. De grote, dus niet metaforisch, dus de hervormingen waar u over 2 ambtstermijnen van hoopt dat die eindelijk de wereld uit zijn en gewoon effectief in beleid worden uitgevoerd. Heeft u daar voorbeelden van die grotere strategieën? Nou ja, we hebben daar een keer een hele kabinetsbrief over gestuurd. Hè, met allemaal dingen die eigenlijk zouden moeten. Noemt u eerst 2. Nou, ik vind dat we bijvoorbeeld op het terrein van aftrekposten echt best een grote stap kunnen zetten. Ik geloof dat er alleen op het terrein van de auto's zo 25 of 30 uitzonderingen en regels zijn. Er zijn uitzonderingen voor type voertuigen waarvan jij niet weet wat het is. Waarvan ik ook even moet googlen hoe zo'n ding er eigenlijk uitziet. Maar daar is een uitzondering voor. Dat schiet ook niet op.
Dat schiet niet op. En de tweede is dat er allerlei manieren moeten worden gevonden om die lasten op arbeid omlaag te krijgen. Maar tegelijkertijd die belasting op arbeid ook wel wat simpeler te maken. Want hoeveel heffingskortingen die dan ook allemaal weer inkomensafhankelijk zijn gemaakt. En die, nou, ik kan een tijdje doorgaan. Dat hebben we ingewikkeld gemaakt. En die spreekwoordelijke zolder, die moet worden opgeruimd, ja. Zegt u. Ja. En daar bent u dus achter de schermen mee bezig. Stiekem is iedereen het ermee eens, maar voor de bühne zegt iedereen nog, nou, meneer Wiebes. Je kunt niet van iedereen verwachten, je kunt van de landelijke politiek niet verwachten dat ze zeggen, ah, dat is een gaaf idee, laten we dat eens gaan doen. Mm-hmm. Weet je, er zijn te veel achterbannen, er zijn te veel belangen tegelijkertijd worden gedacht. Dus het is een kwestie van voortdurend agenderen en dan komt er een moment waarop iedereen zegt, het moet maar. En staat u er alleen voor? Of is er echt een beetje een tendens van mensen die weten van we moeten die politieke barrières doorbreken? Of? Nou ja, de kunst is natuurlijk om er niet alleen voor te staan. Dus om zoveel mogelijk collega's medeplichtig te maken. Ja, maar dat willen ze niet. Dat is over het algemeen aardig, want mensen zijn best begaan met het vraagstuk. Hè. Ik bedoel, als je... Maar er is wel een groot afstand tussen wat u in het begin zei van het kabinet en heel veel mensen op het Binnenhof die dan toch wel niet die transparantie doet. Die doortassendheid hebben, nou, die er ook in meedragen. Kijk, het kabinet heeft gezegd dat ze bereid is tot hele ferme hervormingsstappen en vereenvoudigingen. Maar ook wel in de wetenschap dat het allemaal niet in één keer gaat. Ja. Ik bedoel, sommige dingen duren heel lang. Hè? Ik bedoel, als je de hervorming van de hypotheekrente aftrekt, hebben we gewoon 20 jaar over gepraat. We hebben geloof ik 15 jaar lang discussie gevoerd over het zorgstelsel wat Hogevorst toen heeft ingevoerd. 15 jaar over gediscussieerd. Nou, zo lang hoeft dit wat mij betreft niet te duren. En dat zou bij iets als een belastingvereenvoudiging ook niet hoeven. Maar het is niet in 1 jaar geregeld. Het is gewoon naïef om dat te denken. Dus je hebt, je moet die zware zak op je rug nemen en hem gewoon nog een tijd lang blijven dragen. En elke keer weer. Ja. Als een politicus buffelt u nu wel een beetje dus voort. Als het ware wat betreft. Ja, maar kijk, als je er niet over begint, dan komt het er niet. Als je er wel over begint, komt het er misschien. Vindt u het nog leuk? Want het is wel een stuk anders dan de consultancy-mentaliteit waarmee we begonnen. Problemen oplossen, er naartoe, de harddisks kopen. Ja, het is praten. Ja, maar het gaat wel ergens over. Kijk, als je me dit ook 20 jaar geleden had laten doen, 20 jaar geleden was ik een heel ongeduldig mannetje. En vond ik ook echt dat het probleem in 8 weken gekraakt moest zijn. Maar ik ben dat mannetje ook niet meer. Je leert ook verder op de weg kijken. Je wordt ook een iets ander persoon. Niet per se hierdoor, maar ook gewoon omdat je denkt, ja, waarom zou je eigenlijk de hele wereld moeten hervormen in 8 weken? Weet je, als het gaat om grotere dingen, heb je meer tijd nodig. Dat is niet zo erg. Ik kan daar veel beter tegen dan vroeger. Veel meer geduld. We hebben 5 vragen inmiddels, dus laten we er 2 doen. Felix Woudenberg, wat is uw visie over ambi-houdende status organisaties en ambi-status maatschappelijk nut? Je geeft momenteel een gift. Voor een groot is het compleet belastingaftrekbaar of voor een groot deel belastingaftrekbaar. En dat zijn momenteel die je zelf voor kiest. Het is niet ontduikend gedrag. Het is wel maatschappelijk nut en het kost de belasting enorm veel geld of het levert heel veel maatschappelijke waarde op. Wat is uw gedachte daarover? Ambi-status eerst even voor verenigingen en stichtingen. Ja, dat is als je een gift doet aan een, noem het even een goed doel, hè, mag ik het zo zeggen. Dan zit daar geen belasting op. Hè. Dat mag je belastingvrij geven aan zo'n organisatie. Ja, daar zitten 2 kanten aan wat mij betreft. Je kunt het zien als een nutstaak. En dan ben je eigenlijk blij dat iemand geeft. Dan zeg je, jeetje, dit hadden we anders misschien met publieke middelen moeten doen. Nu is iemand bereid om dat goede doel te dienen. Hè, dat algemene nut van zijn eigen geld. Moeten we daar ook nog belasting over heffen? Nou, dat vind je dan gek. Er is natuurlijk ook een andere visie op mogelijk. Zeg je, ja, weet je, we noemen het een algemeen nut, maar hoe algemeen is dat nut eigenlijk? Hè? Dat kan een instelling zijn waar hij niet eens iedereen achter staat. Dus hoe algemeen is dit nut eigenlijk? En dan kun je afvragen of die aftrek gerechtvaardigd is. De vraagsteller zegt het kost heel veel geld. Ja, dat is ook zo. Want als je dat op een normale manier zou belasten, dan haal je meer binnen. Ik bedoel, de giftenindustrie is met name in Nederland enorm. En ik kan je ook zeggen dat de belangen heel groot zijn. Hè, als er morgen iemand in een camera iets over de goede doelenindustrie in Nederland zegt, dan staan er meteen 12 lobbyisten op zijn stoep. Oké, dus u houdt zich een beetje op de vlakte. Wat is uw visie? Dat was de vraag. Wat is uw visie hierop? Ik,
ik denk dat we in elk geval moeten proberen om het op een eenvoudige manier te doen. Want we doen het nu via de fiscaliteit. Mm-hmm. En dat is best ingewikkeld. En je zou er eens over na kunnen denken of je dat op een andere manier kan doen. En we hebben het ook hier weer een beetje ingewikkeld gemaakt. En wat is de andere manier? Dat wordt een beetje een technische discussie. Dat moeten we weer niet gaan doen. Okay. Dan vind jij het niet meer interessant. Volgende vraag. Ja, mijn naam is Jan Achter. Ik heb een vraag over de prioriteiten van de Belastingdienst. Ondanks de schaarse middelen wordt de Belastingdienst steeds actiever, zij het via het Openbaar Ministerie, om tuchtzaken tegen accountants aan te spannen. Over vaak heel triviale zaken, dan denk je, heeft het wel prioriteit om de schaarse middelen van de Belastingdienst daarvoor in te zetten? De Belastingdienst heeft steeds meer tuchtzaken. Is dat wel een goede prioriteit voor de Belastingdienst? Nou, dat hangt erg van de zaken af. Daar kan ik niet zo heel veel op ingaan. Kijk, wat wel hier belangrijk is in de vraag, dat het aandacht vraagt voor iets wat heel belangrijk is. En dat is dat de Belastingdienst niet alles kan doen. Dat kan namelijk niet. En we gaan naar een hele nieuwe manier om te bepalen wat de Belastingdienst dan moet gaan doen. Dat is dan de hervorming waar ik rustig mee aan de gang kan, omdat die veel minder politiek is. Ik heb ervoor gekozen om heel veel aan de Belastingdiensten te gaan veranderen. Kijk, tot nu toe was de Belastingdienst een organisatie die vrij ambachtelijk was. Dat was een organisatie, er lagen overal, ten aanzien van alle verschillende soorten belastingen, lagen overal gegevens, die waren allemaal niet gekoppeld, allemaal verschillend. En dat waren vrij ambachtelijke lieden, ervaren inspecteurs die dan gewoon in hun bak keken en kijken waar zou iets fout kunnen zitten. En dat gingen ze dan nader controleren. Dat was de manier waarop we dat deden. Maar wat we nu in het afgelopen 2 jaar hebben gedaan, is we hebben alle gegevens van de Belastingdienst aan elkaar gekoppeld. Alle systemen kunnen nu met elkaar praten. Dus nu kun je big data analyses gaan doen. Dus dan laten we de computer zoeken naar patronen. En dan laten we niet de inspecteur zelf uit de bak trekken wat hem lijkt daar iets mis mee kan zijn, maar we laten de computer dat doen. En dan schiet de productiviteit van de inspecteur omhoog, als de computer de voorselectie doet. En want we hebben gewoon, we kunnen van een individuele belastingplichtige, kunnen wij gewoon regressieanalyses draaien waar jij met 4000 getallen in de computer zit. Nou, dan kunnen we een heel goed beeld hebben. Dan kunnen we zeggen, nou, hier is niks aan de hand en daar wel. En dan kan je op basis van massale analyse heel veel meer bereiken. En dan kunnen we dus naar een belastingdienst die notabene met minder mensen, duizenden minder, meer belasting kan ophalen. En dat gaat ons enorm helpen. Het wordt een heel andere belastingdienst. U bent die organisatie helemaal aan het omkatten, aan het omdraaien. Ja, wij maken er echt een analyseorganisatie van. U nam 5000 programmeurs aan, of wil die 1500, excuus, wilt u aannemen? Dat was er een tijdje geleden. Zijn die nu allemaal aan de slag bezig? Dat duurt even. Waar we mee begonnen zijn, we hebben gewoon 35 econometristen en wiskundigen aangenomen. En we hebben ze laten kijken of die datapatronen te ontrafelen waren. Mm-hmm. En we hebben informatici aangenomen die zeggen, nou gaan we de systemen allemaal aan elkaar koppelen. Dat is ook grappig, want over het aan elkaar koppelen van systemen hebben we een kwart eeuw gepraat. Mm-hmm. Want iedereen zei, nou als alle systemen aan elkaar gekoppeld, dan moeten ze dus allemaal in één systeem. Ja, in één zo'n systeem, dat kost dan 1 miljard. Ja, wie koopt er in godsnaam een computer van 1 miljard in deze tijd? Niemand. Dat doe je ook niet. En dan vraag ik aan jou, god, denk je als de Belastingdienst 1 miljard in ICT investeert, denk je dat dat gaat lukken? Zeggen de meeste mensen, nou ik weet er niet veel van, maar als ik de krant lees, denk ik niet dat dat een goed idee is. Maar leeft en wat dus zegt nu dan hebben dat we gewoon alle bestaande systemen gewoon gelaten voor wat het is en er 1 laag bovenop gezet. Gewoon een commercieel pakket, als ik het mag zeggen. Ja. En nu hebben we alle gegevens bij de hand. Maar dan ook alles. En die computer die kan dat gewoon uitpuzzelen. En levert dat al wat op? Laatste punt. Nou, dat levert een enorme hoeveelheid inzichten op. Als je gaat hebben over, stel er is een wanbetaler. Vroeger moest dan iemand die op de afdeling inning zat, die moest dan gaan kijken, heeft die persoon dan loon? Moeten we loonbeslag? Of wat kunnen we precies doen? Hè? Mm-hmm. Nu heb je gewoon 1 groot dashboard waar alles op staat. Tot en met de executiewaarde van de auto. Mm-hmm. Je kunt ineens alles zien. Maar alles. Laat ik een simpele vraag stellen. Levert het ons al meer belasting op? Zeg maar, als u in de Kamer moet verantwoorden dat u dit systeem heeft gekocht? Ja, dat gaat op den duur gaat dat tenminste 800 miljoen meer belastinginkomsten opleveren. Maar eerlijk gezegd zijn onze externe auditors die dit programma hebben bekeken, zeggen dat het 2 miljard zou kunnen zijn. Flink getal. Ja, ik hou het even voorzichtig. maar heel veel. Heel veel. En dat is een veranderingstraject waar je rillingen van krijgt. Maar mensen vinden dat ook wel weer spannend. Ook in de Belastingdienst. Weet je? We gaan toch wel een avontuur beginnen.
omdat de tijd opraakt, wil ik toch nog, want we hebben niet zoveel tijd. Ik ga die vraag nog heel veel parkeren, want we willen het over de belastingontwijking. Niet specifiek het debat over de cases, want volgens mij is dat een klein beetje, is veel besproken. Maar wel wat de macht van de EU, de Europese Commissie, die nu meer vat wilt krijgen op de praktijken die internationaal plaatsvinden. Nederland is natuurlijk de voorzitter van de EU en het is best wel lastig, lijkt me, om als Nederland zijnde een positie ten aanzien daarvan, gezien de paradox die hier bij ons Nederland als koopman of Nederland als dominee bestaat. Wat is nu precies de status quo met betrekking tot het beleid en de EU die druk wilt uitoefenen op Nederland? Maar eigenlijk is de EU die druk wil uitoefenen op Nederland, er is geen EU die druk wil uitoefenen op Nederland. Commissie. Nee, dat is niet een commissie die druk wil uitoefenen op Nederland. Er is iets anders aan de hand. Kijk, we hebben jarenlang, erkend, zijn er bedrijven die gebruik maken van de verschillen tussen belastingstelsels. Ieder land heeft een ander belastingstelsel en dan kunnen we het net handig regelen dat dit daar belast wordt en dat weer hier en dan nee. Betalen we minder belasting, ontwijking. Dat bestaat. En dat bestaat doordat stelsels verschillen. En toen hebben we met de OESO, de wereldwijde club van rijke landen, maar dan aangevuld met arme landen, ik geloof dat er 65 landen aan hebben meegedaan, hebben gezegd, zullen we nou voor eens en voor altijd kijken hoe we die belastingontwijking kunnen aanpakken? Door dingen hetzelfde te maken, door bepalingen op te nemen in onze wetgeving, zodat we dat gewoon kunnen aanpakken. Want eigenlijk baalt iedereen daarvan. Nederland ook. Ik bedoel, we hebben daar geen andere positie in. Dus we hebben er allemaal de smoor in en zijn aan het werk gegaan. En er is een heel groot handboek verschenen, nou, het zijn er 20, maar een enorme handboek over hoe je dat dan moet gaan doen. En we hebben eigenlijk met elkaar afgesproken dat stap voor stap te gaan implementeren. En Nederland doet daar aan mee. Denk dat het publieke debat, want daar zit natuurlijk heel veel lading, heel veel spanning in, dat staat er eigenlijk heel erg relatief ver los van als ik zie hoe er nu gemeenschappelijk beleid wordt gemaakt. Want dat heeft wat u vaker benoemt, die politieke kleur en overziet de boel eigenlijk niet in zijn geheel. Kunnen we stellen dat het publieke debat niet echt invloed uitoefende op de processen die gaande zijn met betrekking tot het aanpakken van belastingontwijking? Is je vraag of de publieke opinie daar wel of niet? Dat debat, dat zien we allemaal. En als je erin gaat verdiepen, dan blijkt uiteindelijk dat die regelgeving, zoals u net vertelt, van we willen met z'n allen een probleem aanpakken. En daar valt eigenlijk weg van die urgentie van het kan echt niet dat Starbucks het bedrijf opknipt en her en der lage winsten betaalt. En dat zijn twee verschillende narratieven over een probleem, of zo lijkt het me. Klopt nou, kijk, iedereen praat altijd graag over specifieke gevallen. Jij noemt er nu ook een en je beschrijft het. En ik probeer juist niet te zeggen op een manier die iets met het bedrijf te maken heeft, maar... Maar kijk, het hoofdpunt is dat alle landen ter wereld eigenlijk erkennen dat door verschillen in stelsels er belastingontwijking plaatsvindt. Precies. En al die landen hebben de koppen bij elkaar gestoken en hebben een plan ontwikkeld. En dat is iets revolutionairs. Dat is niet eerder voorgekomen. En wat gaan de gevolgen voor Nederland zijn? Dat in de fiscaliteit landen een gezamenlijk plan hadden om ontwijking tegen te gaan. Dat is nog niet eerder gebeurd. Ja, maar dat probeer ik een beetje te schetsen. Van in Nederland wordt gezegd, dit zal gevolgen hebben voor het vestigingsklimaat. U brengt het alsof die gevolgen er niet zullen zijn. Nee, dat zeg ik niet. Kijk, wat zullen de gevolgen zijn voor Nederland? Ja, dat is een betere vraag. Wij spraken een fiscalist in voorbereiding op het interview en die zei, als dat de regelingen allemaal hetzelfde zijn in alle 64 landen die u noemt, dan betekent dat Nederland er niet meer uitspringt op een interessant vestigingsklimaat. Nou kijk, dat moet ietsje genuanceerder. Kijk, we zijn wel allemaal met elkaar over eens dat belastingontwijking niet goed is. Daar heeft niemand wat aan. Dat is niet de bedoeling. Je wil dan niet uitspringen omdat er meer belasting bij jou kan worden ontweken. Ofzo. Dat is niet de manier waarop je eruit wil springen. Er is verder niet zoveel op tegen om er een beetje uit te willen springen. Ja. We moeten wel bedenken dat we... Wat we moeten combineren is, nee, we willen geen misbruik... maar ja, we willen wel een aantrekkelijk vestigingsklimaat, ook in fiscale zin. Fiscaliteit is niet het enige. Kijk, een belastingparadijs worden we nooit. De belastingen hier zijn niet zo laag. En dat worden ze ook niet heel binnenkort. Dat maar is dan een teleurstelling. Maar belastingparadijs worden we nooit. Maar we moeten wel een relatief aantrekkelijk vestigingsklimaat hebben. En hoe gaat u dat voor elkaar krijgen als straks in Europa of in de grotere OESO-regio, zoals u die noemt, die regels allemaal hetzelfde zijn? Hoe springt Nederland er dan nog uit? Nou, Nederland springt er op zich op een heleboel manieren uit. Hè. Mm-hmm.
Een van de dingen is dat we, moet je horen, dat wij dat onze Belastingdienst heel goed met bedrijven samenwerkt. De zogenaamde rulings. Ja, de rulings in de zin van zekerheid vooraf. Dus er bestaan ook andere rulings. In andere landen krijg je een fijne deal. Maar dat doen wij niet aan. Wij doen geen fijne deals. Maar het wordt eigenlijk ook wel gewaardeerd door bedrijven dat er bij ons geen deals te maken zijn. Maar je krijgt gewoon helderheid. Je krijgt, dit is de wet. En in uw specifieke geval gaat dat zo uitwerken. Dat geven we vooraf aan. Dat nooit onzekerheid. Je hoeft geen gedoe te hebben. Je hoeft er ook geen ingewikkelde adviseurs meer bij te halen. Dit is hoe het zit. Je hebt helderheid. Je hebt zekerheid. Je weet wat je kunt investeren en wat niet. Dat is bijvoorbeeld al iets waar Nederland er echt uitspringt. Op. Maar verder moeten we ook aan onze tarieven denken. Weet je, als onze tarieven veel hoger zijn dan in andere landen, ja, dan zullen er bedrijven voor andere landen kiezen. En er is niet zoveel op tegen om te zeggen dat in het geheel van aantrekkelijk vestigingsklimaat ook het fiscale vestigingsklimaat aantrekkelijk moet zijn. Maar dat heeft niks te maken met belastingontwijking, want dat is niet de manier. Maar het strookt toch niet helemaal voor mijn gevoel, want u gaat met OESO afspraken maken over die tarieven en om dat proberen gelijk te trekken? Nee, niet over de tarieven. Nee, over ontwijkingsconstructies. Dat willen we niet. En we willen niet dat een bedrijf in jouw land en in mijn land allebei iets zodanig regelt dat ze uiteindelijk bij jou en bij mij allebei geen belasting betalen. Dat willen we niet. En dat vinden we ontwijking. Maar er is niet zoveel op tegen als jij streeft naar een aantrekkelijk belastingsklimaat en ik doe dat ook. Het is geen wedstrijd en we worden nooit, nogmaals, we worden nooit een belastingparadijs, maar we moeten wel zorgen dat het in orde is. We hoeven niet de laagste tarieven van Europa te hebben, want dat gaan we niet waarmaken. Maar we moeten wel zorgen dat het in orde is. Het wordt wel gesteld dat Nederland in zekere mate, misschien een kleine mate, weet ik niet precies, afhankelijk is, want anders, er is een paradox. Er zijn brievenbusfirma's die zich hier vestigen en daar is vanuit media altijd heel veel kritiek op. Ja. Is die kritiek nou wel of niet terecht? Nou, oké, die brievenbusfirma's die hebben hier niet het eeuwige leven. Een deel van de brievenbusfirma's hangt samen met praktijken waar we nou net wat aan gaan doen. Dus de brievenbusfirma's, en dat weten ze zelf ook, van de lege brievenbusfirma's zoals we ze noemen, ja, die hebben hier niet het eeuwige leven. Dat zal gaan verdwijnen. Is dat erg? Nou ja, we eten op zich niet dagelijks van lege brievenbusfirma's. Jij werkt niet bij een lege brievenbusfirma en ik ook niet. Er werken namelijk heel weinig mensen bij lege brievenbusfirma's. Maar de volle brievenbusfirma. Dus wat belangrijk is dat we gewoon echte activiteiten aantrekken. Werkgelegenheid en fiscaliteit speelt daarin wel een rol. Niet om ontwijking te faciliteren, maar wel, het is wel belangrijk, fiscaliteit. En we moeten ook niet doen alsof het niks uitmaakt. Fiscaliteit doet ertoe. We hebben hier een land waar het, ja, ik bedoel, we moeten dijken bouwen om te zorgen dat het niet overstroomt. Het regent vaak. Wat hebben we eigenlijk? Zit geen olie in de grond? Nou, wat doen we hier? We aantrekkelijk zijn voor werkgelegenheid creërende activiteiten. En dat komt niet vanzelf. Het is niet gratis. We moeten er hard voor werken. Nu, maar ook straks. Het is niet zo dat het er niet toe doet. En we kunnen niet nonchalant omspringen met ons fiscaal vestigingsklimaat. Ook niet met het andere vestigingsklimaat. Ook niet met onderwijs mogen we niet nonchalant zijn. Het woonklimaat, met de veiligheid. En we willen steden zoals Amsterdam met parken en cafés en weet ik wat allemaal. En daarom hebben we hier in Amsterdam de grootste internethub van heel Europa. Daarom hebben we hier, daarom komen hier van alle 17 internetkabels onder de oceaan, komen er hier 15 aan. Daardoor hebben we hier het jeanscentrum van de wereld en maken we hier apps en dat is wat we hier doen. En dat doen we omdat het vestigingsklimaat interessant is. De stad is interessant, de mensen zijn hoog opgeleid, ze spreken hun talen en de fiscaliteit is geen reden om weg te rennen. Dat is wat we hier doen. De fiscaliteit, en dat moet zo blijven. De fiscaliteit is ook belangrijk. Fiscaliteit is gewoon belangrijk en laten we niet doen alsof het niet zo is. Ja. Oké. Okay. Eén vraag uit het publiek dan, aangezien we er een paar hebben moeten schrappen. Was er nog één of... Een laatste vraag. Goedendag, mijn naam is Arnold Siem. Ik heb de volgende vraag. Ik wilde een auto kopen. En ik zag in een krantenartikel dat het aardig goedkoper werd om elektrische laadpalen, volgens mij. Er werd de belasting op verlaagd. Nou, toen dacht ik, ga een elektrische auto kopen. Toen schrok ik best wel wat ze kosten. Dat red ik nog niet als student zijn. Dus toen dacht ik, nou, ik ga op zoek naar een duurzaam alternatief. Toen kwam ik aan bij diesel, toen kwam ik aan bij benzine. Maar ik vind dat toch, die zijn toch redelijk vervuilend. Maar toen ging ik op zoek naar andere alternatieven, maar toen zag ik dat, die komt eraan, toen zag ik dat die ongeveer even duur waren qua prijs. Waar is
wat is de reden hierachter? Dat je toch niet zo'n goedkopere tussenbrandstof, dat die niet goedkoper beschikbaar is? Nou, dat is een erg algemene vraag. Welke tussenbrandstof had je precies gedacht? Nou, ik heb het niet. Ik had me even verdiept en ik zag toen LPG, CNG, LNG volgens mij ook nog eens brandstoffen. Ja, je hebt... Want waarom is... Je hebt LNG, CNG, je hebt LPG, dat zijn allemaal soorten gassen. Eigenlijk zeg je, er is een enorm groot gat. Je vraagt het aan iemand die bij Shell heeft gewerkt, dus we kunnen nog best een interessante discussie over gassen hebben. Maar dat gaan we niet doen. LPG, hè, dat is maar die brandstof is niet schoner dan benzine of diesel. De NOx-uitstoot van LPG is helemaal niet zo heel goed. Dus dat is niet per se schoner. Voordat we verzanden in een discussie over verschillende soorten brandstof, denk ik, als ik je vraag mag samenvatten... Er is een enorm groot gat tussen elektrisch rijden, dat is fiscaal aantrekkelijk, en diesel, andere brandstoffen. Ja. Kan de Belastingdienst daar iets aan doen? Of is die daar mee bezig? Nou, om dat gat kleiner te maken? Of? De Belastingdienst voert sowieso alleen maar uit. Ja. Hè? Dus je moet de politiek aankijken. Maar u als staatssecretaris? Ja, nou, wat we zeggen is dat we met name elektrisch rijden blijven ondersteunen. Maar dan ook best op een indrukwekkende manier. Ik bedoel, ik denk dat wij op dit moment misschien wel het grootste elektrische wagenpark van Europa hebben. Mm-hmm. En dat komt doordat de fiscale voordelen enorm zijn. Hè? Of het nou gaat om de bijtelling, de BPM of de motorrijtuigenbelasting. We doen enorm aan stimulering van puur elektrische auto's. Dan zijn ze misschien toch nog duur, maar dat komt natuurlijk omdat een heleboel elektrische auto's gewoon dure dingen zijn. Hè? Veel mensen denken aan... De Tesla begint geloof ik bij 85 miljoen of zo. Het is geen goedkope auto, maar het komt niet doordat de Belastingdienst er zoveel bovenop heeft gezet. Nul ja. Namelijk. Oké, ik denk dat we daarmee aan het einde zijn gekomen van het interview. Ik wil u hartelijk bedanken voor uw komst en succes wensen in Den Haag. En dan hoop ik u Okay. te zien. Dank u wel. Hoi.